Het televisiemoment van 2008 is het afgelopen weekend al bekend geworden. Namelijk de prikkelende alcohol in de ogen van Peter R. de Vries. Drink rode wijn, dan vergeet je al je zorgen. Drink rode wijn. Om deze beelden is hier op het Mediapark inmiddels een enorme rel losgebroken. Want Nova heeft de beelden van Pauw en Witteman weten te bemachtigen en uitgezonden zonder toestemming. En ja, dat doe je eigenlijk alleen als je het ethisch besef hebt van een pinda. Dus een toelichting van Nova lijkt me hier op zijn plaats. Misschien? Hier mag niet gefilmd worden? Nee, natuurlijk niet. Als er ergens gefilmd wordt, dan is dat hier toch? Wij zijn op zoek naar iemand van de redactie van Nova. Ina, spreek met Mevis Receptie. Er staan hier heren van Geen Stijl. Misschien kan je even iemand sturen. Het gaat over Nova. Nova TV, goedemiddag. Gesprek met Coco Gubbels, chef de bureau. Dag, met Rutger Kastrik spreekt u van Geen Stijl. Wij staan voor de deur bij de redactie van Nova en wij wilden eventjes een interviewtje kort opnemen. Ja. Maar in plaats van dat wij netjes koffie kregen binnen, moesten wij al gelijk weer weg. Dus ik denk, ik doe het even telefonisch. Ik ga heel even kijken of ik Ger kan bereiken en anders kom ik sowieso wel eventjes naar beneden toe. Oh, dan gaan wij, dan gaan wij daar voor de deur weer even staan. Ja, hallo, met Rutger van Geen Stijl. Hallo. Ja, hallo. Nou, ga ik naar de deur en dan krijg ik een brugklasserig jongetje naar me toe met een veetje op zijn borst dat we weg moeten. Jullie, ik heb de opdracht gekregen om niet met jullie te spreken. En dat is omdat Nova liever geen reactie geeft op dit moment. Dus Nova die stilt de beelden van de concurrent en die gaat daar dan niet netjes even op reageren? Nou, weet je, nuance is altijd een heel goede deugd. Maar wat is dan hier de nuance? Er zijn toch gewoon beelden gestolen? Nou ja, dat zeggen jullie. Ja. En wij geven daar nu gewoon geen reactie op. In Hilversum liep ik stuk. Daar wilde Nova niet zeggen voor de camera. Gelukkig wil Bert van der Veer dat wel. Jij regisseerde de avond van Pauw en Witteman toen Johan van der Sloten was? Vrijdag, ja. Kun je eens eventjes, als we teruggaan naar dat moment, wat gebeurt er in jouw regiekamer op zo'n moment? Nou, wat er gebeurt is, je hebt de aftiteling. Jeroen en Paul nemen in een two-shot afscheid van de kijkers. En dan eindigen we altijd op een totaal, zodat het publiek de gelegenheid is om te applaudisseren, omdat het weer zo'n geweldige aflevering van Pauw en Witteman is geweest. Ja, dat shot dat staat, en op dat shot geef je terug aan Hilversum. Maar dat shot blijft altijd nog even staan natuurlijk, want ik bedoel, mensen moeten hun koptelefoon afdoen, et cetera. En eens kwam er een kreet vanaf de vloer, iemand die zich via de intercom meldde, waaruit we begrepen dat er nog iets aan de hand was. En toen hebben we snel de opnameapparatuur weer gestart. Spannend, hè? Waarom doe je dat, die opnameapparatuur starten? En dat doe je echt puur op impuls. Dan is het opgenomen? Ja. En wat gebeurt er dan? Nou, dan zeg je tegen elkaar, wat willen we hier nou eigenlijk mee? Nou, eigenlijk niks. En het was voor jullie dus ook niet zo van toegevoegde waarde om dat nog op een andere manier te publiceren? Nee, ik zou het een beetje gek vinden. Ik ben ook nog journalist, ik schrijf ook nog wel eens een stukje, dat ik denk van die passage die ik verwijderd heb, die ga ik nu toch ergens anders cadeau doen of zo. Maar als het ineens iets toevoegt, dit voegt er wel heel erg iets toe, vond ik. Ja, maar het is niet onze taak om Joran te beschadigen. Om te laten zien wat voor jongen het is en hoe de situatie is. Ja, maar zoals gezegd, wij wisten dat het verhaal toch wel naar buiten zou komen omdat de journalisten aanwezig waren op dat moment. Dus dat vonden wij onze verantwoordelijkheid in ieder geval niet. Daar waren we vrij snel over uitgediscussieerd. En dan nog wel Nova die dat uitzendt. Hè? Blijkt het toch een programma te zijn met de ethiek van een pinda. Ja, het wonderlijke is natuurlijk dat ik mij als regisseur best een beetje verantwoordelijk acht voor het feit dat beelden de wereld overgaan. Als jullie binnenkort denken van, hey, wacht eens even, we kopen bij Geen Stijl een leuk schoteltje en we gaan lekker op de plantage Middelaan staan en eens opvangen wat de repetitiebeelden van Pauw en Witteman en De Wereld Draait Door zijn. Goed idee, Bert. Hartstikke goed idee, maar dat is toch niet wat wij op dat moment aan het maken zijn. En wat wij aan het maken zijn is dat programma. Dus daar, we hebben ook nu, er zijn meerdere regisseurs op Pauw en Witteman, we hebben nu ook tegen elkaar gezegd, luister, als het programma afgelopen is, misschien moeten we dan toch wel binnen 3 seconden op zwart gaan en het geluid wegtrekken, want dit blijkt toch niet helemaal de bedoeling te zijn. Ja, tegelijkertijd moet ik je zeggen, als ik bij Nova had gezeten, ik denk ook niet dat ik de verleiding had kunnen weerstaan, hoor.